Uw aandacht voor een bekendmaking van het Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie betreffende wijziging verkeerssituatie aan de Swartenhovenbrugstraat in het district Paramaribo. Hierbij maakt het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie bekend dat in het kader van het project vernieuwen van de riolering van de Zwartenhovenbrugstraat door aannemingsmaatschappij Baitali NV asfalteringswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd op de Zwartenhovenbrugstraat in verband hiermede het weggedeelte gelegen tussen de Stoelmanstraat en de Dr. Sofiretmonstraat afgesloten zal worden voor het verkeer en wel als volgt. Maandag 4 februari 2019: het gedeelte gelegen tussen de Burenstraat en de Dr. Sofieredmonstraat. Dinsdag 5 februari 2019: het weggedeelte gelegen tussen de Steenbakkerijstraat en de Dr. J.F. Nassilaan. Zondag 10 februari 2019: de weggedeelten gelegen tussen de Keizerstraat tot de Stoelmanstraat en de Stoelmanstraat tot de Henk-Aaronstraat. In- en uitgang voor bestemmingsverkeer zal wel mogelijk zijn. De tijdsperiode maandag 4 februari 2019 van 5 uur s middags tot 1 uur in de ochtend. Dinsdag 5 februari 2019 van 10 uur s morgens tot 6 uur s avonds. Zondag 10 februari 2019 van 8 uur s morgens tot 6 uur s avonds. Voorts doet het ministerie een dringend beroep op de weggebruikers om op bovengenoemde wegstrekking extra alert te zijn en de instructies van de al daar aanwezige verkeerspolitie en de verkeeraanwijzingen strikt op te volgen. Paramaribo 30 januari 2019, de directeur van het directoraat civiel technische werken, de heer S. Soman.